Ja, Jeroen Tesla, 2-1 verlies in de uitwedstrijd bij Jong Sparta. Met wat voor gevoel sta je? Nou, kut gevoel. Ja, om het even plat te zeggen. We komen gewoon 1-0 voor in de eerste helft. En ja, kan je nooit, we gaan net als vorige week weer zo makkelijk een goal tegen de eerste. En die tweede, ja, we moeten daar gewoon slimmer in worden. Een overtredingje maken als zij er snel uitkomen. Dan ligt het spel stil, kan iedereen terugkomen. En nu counteren ze ons eruit. En dat wisten we van tevoren dat ze daar goed in waren. Reinaars legt vorige week de vree netjes weg op zo'n moment. Trekt hij onderuit dan maar geel incasseren. Dat had eigenlijk nu ook moeten gebeuren, zoiets? Ja, moeten gebeuren, ja. De organisatie was ook wel weg op dat moment, had ik het gevoel. Nee, we hebben net even kort geanalyseerd zonder beelden, maar... En volgens de meesten stond het gewoon, hadden we een mannetje over achterin, maar op snelheid werden we geklopt. Ja. Ik vind dat het niet mag gebeuren hier op dit niveau. Nee. Is wel de les, is iets wat je mee kan nemen, als we dan toch even positief moeten zijn ook, dat je prima mee kan voetballen met een ploeg die het eigenlijk naar verwachting wel redelijk zou gaan doen in deze competitie? Ja, maar dat wisten we wel. En ik vind gewoon dat we deze wedstrijd misschien gewoon hadden moeten winnen. Als je ziet hoe wij kunnen spelen en... Wat we ook vandaag in kleine vlagen hebben laten zien, maar veel te weinig. Kunnen we het iedereen moeilijk maken in deze competitie. Je staat eigenlijk het tweede gedeelte van de eerste helft redelijk. Is het dan lastig als er twee wissels plaats moeten vinden of vinden in de rust? Dat je dan weer een nieuwe organisatie moet zoeken met elkaar? Nee, we hebben een hele brede groep. En ik vind niet dat het team er minder op wordt wanneer er wissels inkomen. We hebben gewoon een hele goede selectie dit jaar. En zijn allemaal wel redelijk gelijkwaardig. Dus iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. En kan je die andere kwaliteiten weer benutten in het veld. Op zich gaat het niet over meer of minder. Maar andere mensen is net wel weer even een ander type speler. Het is net weer even anders en weer zoeken naar de balans met elkaar. Lijkt mij soms. Of is dat niet het geval? Dus niet om kwaliteit, maar meer omdat je anders... Ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk niet dat we daar... minder van worden en dat we daar de fout moeten gaan zoeken. Nee, totaal niet. Stiekem nog even, zo'n stadion, is dat nog speciaal om in te spelen? Ik denk, het zal me. Ik kijk gewoon wat er op het veld gebeurt en eromheen. Ik heb liever... Drie punten op een slecht sportpark dan hier spelen en verliezen? Nee, ik heb gewoon liever thuis spelen op echt gras. Ik vind dat kunstgras hoeft voor mij allemaal niet. En het kan een stadion zijn, maar er is totaal geen sfeer. Het is de enige sfeer, je komt van de Quick Boys supporters. En dat is natuurlijk een... In zo'n groot stadion is dat maar een klein gedeelte. Dan heb ik liever dat iedereen lekker om het veld staat en ons aankomt moedigen.